Oké, dan zijn we weer bij het dierenpark De Oliemuilen. Naast me staat Kelly. Hallo Kelly. We gaan het hier natuurlijk hebben over een stukje corona in de dierentuinen. En dus waar je getroffen bent. Vertel eens wat over wat corona doet bij dierentuinen. Het is natuurlijk zo dat elk dierenpark nu gesloten is. Dus bij iedereen vallen alle inkomsten vallen nu eigenlijk weg. Zo ook bij ons. We hebben dus wel nog de verzorging. Dus we moeten hier nog wel elke dag zijn, maar geen inkomsten van de bezoekers. Wel hebben we gelukkig heel veel donaties al binnengekregen, maar we hebben ook heel veel giften in de vorm van voeding. Maar ook vrijwilligers die hier komen helpen met het opknappen van huisjes en het helpen met het snoeien van de bomen en de bosjes. Ja, het is allemaal wat. Ik weet dat apen het ook kunnen krijgen. Als mensen corona hebben, kunnen apen het ook krijgen. Maar dat is volgens mij nog niet bekend wat er gebeurt dan met een apen. Nee, ik heb wel al gehoord inderdaad dat er een tijger was die het had. Heb ik verder ook niet veel over gehoord wat er dan verder ook echte symptomen waren. Wel was er ook een hond, geloof ik, die corona had. Maar die had verder geen symptomen, maar alleen die kon het wel overdragen ook weer. Dus ja, je moet er inderdaad wel voorzichtig mee zijn. Maar gelukkig blijven deze aapjes ook goed op afstand. Ja, ik zie hier dan de doosoepaapjes. Daar hebben we straks even een klein stukje verteld. De mini pelikaan, de kleine pelikaan en de ares. En de ares hebben ook een nest. En hoe lang broedt zo'n are eigenlijk? Hij heeft nog geen nest momenteel, ze is er wel mee bezig. Maar als ze eenmaal eitjes heeft, dan duurt het ongeveer 3 weken voordat ze uitkomen, 3-4 weken. Dus is het even afwachten nog. En moet je dan eigenlijk uit de buurt blijven bij zo'n ara? Is ze dan extra agressief of wat doet die? Op dit moment komen we niet te dicht in de buurt van het blok, want dan wil het mannetje inderdaad het vrouwtje beschermen, wat logisch is. En dan probeert hij wel uit te halen naar ons. Dus we proberen ze ook een beetje met rust te laten en daar zoveel mogelijk weg te blijven. En dan natuurlijk die leuke kleine doosoepaapjes. Daar had je ook nog iets over verteld. Kun je nog eens even iets over vertellen? Ja, we hebben hier 13 doodshoofdaapjes, waarvan 1 man. De rest zijn allemaal vrouwen met jongen van vorig jaar en dit jaar moeten er ook nog een aantal komen. Er zijn namelijk een aantal doodshoofdapen zwanger op dit moment. Dit is bijvoorbeeld een jong van vorig jaar, dat ook. Dus deze twee, dat zijn mannetjes of vrouwtjes. En die moeten dan over een aantal jaar moeten die hier wel vertrekken ook. Dan gaan ze natuurlijk naar een andere dierenpark of dierentuin waar jullie uitleveren. Of twee bussen of zoiets. Zo gaat dat meestal toch? Ja, we zitten inderdaad met de Zims aangesloten. Dat is met bijna alle dierentuinen waarop mensen dus ook kunnen zien van andere dierentuinen wat we hebben. En wat surplus is, om het zo maar te zeggen. Dus eigenlijk wat je over hebt. En we zitten natuurlijk ook bij de vereniging Dier en Park. Dat zijn eigenlijk alle kleinere dierentuinen in Nederland. Waarbij we ook kunnen wisselen met dieren. Waarbij we ook bijvoorbeeld een keer een nieuwe man kunnen krijgen. Zodat we weer vers bloed krijgen. En die pelikanen, die zijn wat z'n tweeën. Ja. Misschien hebben jullie gekregen gelukt dat ze jongen krijgen, maar komt er misschien nog meer bij? Of? Nou, het zijn kleine flamingo's. Inderdaad, normaal leven ze dus in groepen. En dan maken ze dus nestjes en daarbij krijgen ze dan vaak jongen. Vaak is dat met z'n tweeën niet zo. Maar het is hier ook meer dat ze voor de gezelligheid en ja, het mooie van de groep erbij zitten. Dan dat ze echt een jongen moeten krijgen van ons. Oké, nou dat was dan hier bij de dieren. Dan gaan we een stukje verder, ergens anders. Ja.
kijken. Actie met adopterend dier. Ja, dat klopt. Sinds deze week hebben we deze actie in touw gezet. Mensen kunnen dus inderdaad hun favoriete dier bij de oliemeulen adopteren. Daar heb je eigenlijk 4 varianten in. Dus ja, voor iedere die wat wil, die kan dan een dier adopteren. Waarbij je ook informatie krijgt over de dieren. Je kunt er ook een abonnement bij krijgen. En de duurste variant eigenlijk, daar krijg je ook een dagje meehelpen met dat dier, krijg je erbij. Dus ja, dat is voor ieder zo leuk om een dier te adopteren. En zijn er bepaalde prijzen wat mensen moeten denken voor een bepaald dier? We hebben eigenlijk voor elk dier een vaste prijs, maar we hebben dus eigenlijk een goedkope optie. Waarbij ze het dier adopteren, waarbij ze vrijkaartjes krijgen en waarbij ze dan de informatie over dat dier krijgen. En de wat duurdere optie is dus met dat dagje meehelpen. Daar krijgen ze abonnementen bij, zodat ze elke dag hun favoriete dier op kunnen komen zoeken. Dat klinkt wel heel leuk. Ik heb dat van verschillende dierentuinen al gehoord op dit moment. Dat is natuurlijk wel heel leuk, dat deze soort acties. Maar ja, ik vind de overheid moet eigenlijk ook wel doen. Maar er komt heel weinig vanuit op dit moment. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk wel zo dat eigenlijk elk bedrijf nu getroffen wordt door het coronavirus. Dus ik snap dat het voor hun ook lastig is om voor iedereen klaar te staan. Gelukkig zijn we nu wel ook bij de regeling gekomen van de 4000 euro. Maar ja, dat is eigenlijk ook maar een schijntje bij wat er normaal binnenkomt. Dus ja, daar kunnen we ook niet heel veel mee. Dus we proberen inderdaad op deze manier en op de doneeractie proberen we toch zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen. Om toch Dierenpark de Oliemeulen staande te houden. En dat iedereen na deze crisis weer gezellig met z'n allen hier langs kunnen komen. Ja, natuurlijk komen wij ook terug als het open is. Natuurlijk. Dan kom je ook terug. Dieren moet ik zelf ook even over nadenken. Dieren vind ik zelf hartstikke leuk. Dus misschien dat ik zelf ook iets wil gaan doen daarin. Wat rest is nog meer? Ik weet niet of je nog iets te vertellen hebt. Nou ja, natuurlijk willen we alle mensen al bedanken die ons al hebben geholpen, op welke manier dan ook. Dat kan dus zijn door middel van doneren, dat kan zijn door middel van het geven van groente, fruit voor de dieren. En dat kan ook zijn door het adopteren van een dier. Dus daar willen we al iedereen heel erg voor bedanken. Maar we hopen natuurlijk dat als dit voorbij is, dat iedereen ook weer gezellig langs wil komen. Zodat we ook gewoon weer een goede start kunnen maken. Ik hoop het ook. Ik hoop ook dat genoeg mensen gaan doneren, fruit, dieren adopteren. En dat ze natuurlijk weer terugkomen zodra het weer kan. En ik vind ze natuurlijk veel sterkte in deze tijd. En mooi met het onderhoud. Ik zie dat de dierentuin er heel leuk aan elkaar zit. Heel mooi uitziet. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview. Ja, graag gedaan. En jullie ook bedankt voor het langskomen.